Zolang als ik weet dat ik leef, praat ik al, maak ik geluid en zing ik al. Ik heb hier een kartonnetje gemaakt over stem. En dat kartonnetje gaat hoog op de boekenplank tegen mijn plafond. Want ik denk niet dat ik erg veel ga lezen over stem. Want dat is niet genoeg. Maar het is wel het begin. Het begin van een onderzoekje naar wat een stem nou eigenlijk is en wat hij doet en wat hij kan. Dus ik zet dat gewoon hier bovenop op de plank en dat staat naast heel veel andere dingen. Ik kan toveren, dat is toch wel een beetje iets wat met de stem te maken heeft, want dat geeft het gevoel weer van de stem. De stem dat je alles kan. Dan leef je natuurlijk lekker, zoals Nisande zegt. Dat heeft ook wel iets met de stem te maken. Je moet wel een goede stem hebben om mensen te overtuigen van het recept voor succes. Leef lekker. En daar nog een boek over te schrijven. Van veel langer geleden. Dat is Toon Hermans die een levensboek schrijft. Een levensboek dat kabbelt maar voort. Er zit ook geen kop en staart en geen structuur in. Maar hij heeft het toch maar allemaal wel gezegd. En toen opgeschreven. Dit heb ik gekregen. Soul Voice. Van Carina Schelde of Carina Schelde. Liberate Your Voice. Bevrijd je stem. Daar moet je dan wel weer Engels voor kunnen lezen, maar het is ja, toch wel iets wat erbij hoort, vind ik. En dan heb ik het ook in het Duits gekregen. Ja, dat kan natuurlijk ook altijd handig zijn. Als je met z'n tweeën wil lezen, hè, dan neemt de een het Engels en de ander neemt het Duitse boek. Dat mag er ook wel bij. Stemmen. Ik heb het niet over stemmen, horen of zo. Dit is gewoon piano tuning. De piano stemmen. Dat lijkt toch iets te maken te hebben met stem. En het is voor amateurs. Nou, dan zal het ook wel heel makkelijk zijn. Die gaat er nog bij. Maar ja, dan vind ik al dat ik erg ver van het padje afraak hoor. Want dit is de eerste stem. En wat is dan de tweede? Dat zie je in het volgende filmpje. Ik kan je nog even laten zien waar ik hier dan sta. Op de stoel, bij het raam, onder het plafond en vlak bij de keuken. Het volgende onderwerp, en dat komt morgen. Dus tot morgen!